Parkinson heb ik niet meer de rust om lekker in de stoel te zitten en te lezen. Voorheen zocht ik altijd dikke pillen uit, maar nu heb ik al moeite met een dunne boek. Het gaat dan meer om de onrust in mijn lijf, om op te staan, iets anders te gaan doen. Is dit herkenbaar? Eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ik van een vrager. Ja, nee, het is eigenlijk wel heel leuk dat deze kijker die opmerking maakt. Je ziet meteen hoe complex Parkinson is. Dat symptoom van rusteloosheid, dat kennen we. Dat heet akathisie, met een vakterm. Dat is inderdaad vaak een of-fenomeen. Dus een teken dat de medicatie op dat moment onvoldoende werkt. Rusteloosheid, de neiging rond te gaan lopen. Als je dat uitsluitend 's avonds hebt en in je benen heet het rusteloze benen, restless legs. Ook dat komt iets vaker voor bij Parkinson. En beide symptomen kunnen wat beter worden ook met dopamine-medicatie. Ja. Dus het zijn wel mogelijk behandelbare symptomen. Dat geldt dus voor die onrust, dat is behandelbaar, maar ook voor dat initiatiefloosheid? Ja, dus initiatiefloosheid is lastiger te bestrijden in alle eerlijkheid. Ook dat kan wat beter worden met dopamine-therapie. Als het alleen een initiatiefprobleem is, dan gaat dat vaak nog wel. Als het echt apathie wordt, wat een uiterste manifestatie daarvan is, dat is wel vaak heel lastig te behandelen.